video van vandaag ga ik je deze nail art laten zien. Ik had vanmorgen een klantje en die wilde heel graag een stempel nail art met een soort ombre. Dus verschillende kleuren op één stempel en dan krijg je dus mooi zo'n overloopje. Je hebt net al de beelden kunnen zien van die nagels en ik vond dat zo ontzettend leuk. Ik zei meteen al tegen haar, ik ga daar een filmpje van maken. Dus ik heb net snel wat voorbeeldjes gemaakt, sowieso dan die ombres. En ik wil je ook laten zien hoe ik deze twee heb gemaakt. Met zo half-half en dan met dat leuke printje. Voor deze nail art heb ik drie kleuren gebruikt van Madame Glam. Dat zijn magenta, dat is die mooie donkerroze kleur. Baby pink, dat is die lichtroze kleur. Die lijkt hier een beetje wittig, maar dat is de ondergrondkleur voor die stempel. En ik heb die blauwe kleur Thoughtful Blue gebruikt en die heb ik hier gebruikt. En ook heb ik natuurlijk stempellakken gebruikt. Deze zijn van Moyu London. Dat is Electric Teal, die blauwe. Berrylicious, die beetje paarsige. En Pink, de roze natuurlijk. Ik krijg ook heel vaak de vraag of je per se moet stempelen met stempellak. En ik zou dat wel aanraden. Er zijn verschillende merken. Ik gebruik heel graag die van Moyu. Ik heb ook die van Color Alike. Er zijn verschillende merken stempellakken. En dat werkt wel gewoon het allerbeste om mee te stempelen. Met een gel polish vind ik het zelf niet fijn. Het kan wel. En in sommige gevallen kan het wel eens leuk zijn als je een bepaalde techniek wilt proberen. Maar ik stempel het liefst gewoon met een stempellak. Verder heb ik ook de stempelplaat van Moyu gebruikt, Flower Power nummer 28. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet zeker weet of dat deze er nog is. Ik weet dat deze toen heel erg hard liepen. Ze zijn onder andere verkrijgbaar via Bibi's Beauty & Supplies. En volgens mij was die toen uitverkocht, maar ik weet niet of die er inmiddels alweer is. Maar dat is dus de stempelplaat met deze patroontjes. Maar in principe kun je hier allerlei patronen voor gebruiken om dit soort nail arts te maken. Maar je hebt een patroontje nodig die de hele nagel bedekt. Dus ja, je kan daar verschillende patroontjes voor gebruiken. Ik heb deze gebruikt, die ze ook kunnen. Ja, ze kunnen eigenlijk bijna allemaal wel die hierop staan. Dus je moet er eentje hebben die de hele nagel bedekt en die een klein beetje een abstract motiefje heeft. Dat vind ik zelf het mooiste. Je kan het eventueel ook met zo'n kantpatroontje doen of van die rechte lijnen. Dus je kan het echt wel met verschillende patroontjes doen. Maar ik heb dus deze gekozen. En ik ga je nu laten zien hoe ik dus deze nail art heb gemaakt. Allereerst heb ik hier die nagel met die twee delen. Ik heb hier dus die donkerroze kleur aangebracht en die lichtroze kleur. Ik ga je ook even laten zien hoe ik dat doe. En dat is eigenlijk heel makkelijk. Ik heb namelijk twee helften gelakt. En ik breng gewoon een klein beetje van die gel polish hier aan. En ja, je probeert een beetje een strakke lijn daar te maken. Als het niet helemaal perfect is, is het ook geen ramp. Maar je probeert het wel zo mooi mogelijk te doen. Als je dit nou bij jezelf of bij klanten op nagels doet, kun je natuurlijk ook gewoon een heel klein penseeltje gebruiken om daar een mooie rechte lijn te maken of om langs de nagelriemen te komen. Maar dit gaat prima zo. Dit hard ik nu heel eventjes uit in de lamp, zodat ik daar zo meteen die andere roze kleur tegenaan kan zetten, zonder dat het meteen door elkaar loopt. Dan vervolgens kun je die lichte kleur daar weer mooi tegenaan zetten. En omdat die donkerdere kleur nu is uitgehard, loopt het niet meteen helemaal in elkaar. Je kan het hier en daar nog een klein beetje corrigeren als het nog niet helemaal netjes was. Nu breng je dus die lichte kleur aan. Ook deze hard ik weer uit in de lamp. En daarna breng ik er nog een topcoat overheen aan. Vind ik altijd fijner, dan kun je daar zo meteen overheen stempelen. En dan maak je het ook mooi glad. Dan voel je daar ook geen randje zitten, geen richeltje. Dus met die topcoat maak je alles mooi één geheel. En daar overheen gaan we dan zo meteen verder met het stempelen. Ondertussen heb ik hier die andere nagel, die lichte kleur. En hier ga ik nu dat ombre patroontje stempelen. Dus dit motiefje met de drie kleuren, zoals het dus hier ook te zien is. En zoals je het ook op de nagels van mijn klantje zag. Hiervoor gebruik ik dus de drie kleuren. Ik breng die hier aan zo meteen op de stempelplaat. En dan ga ik je zo meteen laten zien en dan stempel ik hem. Ik wil je ook nog even vertellen de reden waarom ik nu een kleiner nageltje heb gebruikt is. Omdat dit patroontje net niet helemaal op die grote nagels past. Het is net te klein. En op zich is dat meestal nooit een ramp. Want net als al die blaadjes en zo maakt dat niet uit. Of als je het net een beetje scheef erop doet. Maar in dit geval is het wel handig dat het hele patroontje mooi op de nagel past. Want het is hier wel gelukt. Maar ik heb echt steeds nog een extra stukje er apart bij gestempeld. Dat gaat ook en dat is prima te doen. Alleen voor de video duurt het dan weer net iets te lang. En is het echt een priegelwerkje. En dit andere nageltje is net ietsje kleiner.
Dus dan past het, als het goed is, precies erop. Misschien dat hij ook net iets te kort is. Maar dat zal echt zomaar een heel klein stukje zijn. En zoals ik al vaker heb gezegd, de nagels van klanten of van jezelf zijn meestal toch een stuk kleiner dan deze voorbeeldnageltjes. Dus in dit geval is het deze keer wel fijner om een iets kleiner nageltje te gebruiken. Dus vandaar dat ik nu die voorbeeldnagels gebruik. Om dus zo'n mooie ombre patroontje te krijgen, breng ik dus de 3 stempellakken aan op de nagel. Je kan hier aan de voorkant een klein kloddertje zetten. Je kan ook een streepje doen, wat je zelf fijn vindt. Ik heb eerst de blauwe gedaan, nog wat van de paarse en nu de roze. Let wel op dat je niet hier een hele kwastje ondersmeert met de andere kleur. Dan ga ik er met de schraper overheen. En nu is het wel zo dat je kan 1 keer doen. Je kan eventueel ook wat vaker doen. Niet te vaak, want je wil ook wel weer wat sneller werken. Maar als je iets vaker doet, kun je net de kleuren iets meer in elkaar mengen. Meestal doe ik het 2 keer. Nu zit hij dus hier op de stemper. En ik ga even kijken wat het handigst is. Ik kan hem denk ik zo er wel opmikken. Ja, hij is net ietsje te kort. Maar jullie krijgen wel het idee van hoe die dan op de nagel zit. Ja, ik kom net hier aan de bovenkant een heel klein stukje tekort. Maar er zit wel een klein blauw randje. Maar zo zit hij er eigenlijk al meteen op. Ja, dat geeft natuurlijk een hartstikke leuk effect. Het is eigenlijk heel eenvoudig om te doen. En je kan dit ook met allerlei verschillende kleuren doen. Ik vond dit wel heel erg leuk met dat blauw, paars en roze. Past heel erg mooi bij elkaar. En zeker met zo'n lichte ondergrond. En zoals je dus kan zien, past het net op zo'n nageltje. Maar als je dit dus op je eigen nagels doet of op nagels, ja zelfs op mijn duimnagel, zou het prima kunnen passen. Ik vind het echt een hele leuke methode en je kan hier echt hele mooie nail arts mee maken op deze manier. Ik ga je nu natuurlijk nog die andere nagel laten zien. Hier had ik net dus nog een topcoat overheen gebracht. Ik verwijder de plaklaag van de topcoat. Vind ik fijner om dan eroverheen te stempelen. En ik ga nu stempelen met die Berrylicious, die donkere roze-paarse kleur. En die matcht dan weer heel mooi met deze gel polish. En ik wil nu dus proberen om dat patroontje alleen maar op het lichte gedeelte te hebben. Nu kun je dat proberen om heel mooi strak langs dat randje te stempelen. Maar ik heb daar een veel makkelijkere manier voor. En dat is gewoon heel die stempel erop zetten. En daarna gewoon langs dat randje het weer verwijderen. Dus dit gaat gewoon op dezelfde manier. Het is eigenlijk super simpel. Als je het ziet dan denk je van, oh jee, hoe hebben ze dat nou gedaan? Maar je brengt gewoon de stempellak aan. Je pakt hem op met de stemper. En dan breng je die stempel hier aan op dat witte gedeelte. Daar moet je je wel op concentreren. Zorg dat hij daar helemaal op past. Nou, kom ik hier weer een klein hoekje tekort. Maar er zit hier nog een stukje, dus die duw ik daar zo op. En nu zie je dus dat hij sowieso op het hele witte of het lichtroze gedeelte zit. Maar ook op dat donkerroze. En ja, daar moet je het natuurlijk nog van afhalen. Dat kun je gewoon doen met een klein watje, zo'n wijpje. Die vouw ik een beetje dubbel, zodat je een mooi strak randje hebt. En dan kun je daar gewoon zo langs dat randje mee gaan. En dan verwijder je daar gewoon de stempellak. Heel makkelijk, echt super eenvoudig. En dit kun je ook prima dus doen als je dit bij klanten doet of op je eigen nagels. Heel makkelijk om gewoon daar dat stukje stempellak te verwijderen. En dan is het ook wel belangrijk dat daar dus een topcoat tussen zit. Want dan kun je daar gewoon makkelijk overheen gaan. En dan is die kleur die eronder zit gewoon beschermd. Wat je ook kan doen, en dat heb ik bij die andere ook net even uitgeprobeerd, is met zo'n zo'n stikje. Dit lijkt een beetje op zo'n lipgloss applicatortje. Die heb ik toen ooit eens via AliExpress besteld. Deze gebruik ik ook wel eens om gel polish langs de randjes te verwijderen. Of als ik inderdaad iets, als er iets mislukt is bij een nail art. En je kan dat ook gebruiken om zo mooi langs dat randje te gaan. Maar zo is die in principe al helemaal klaar. Super simpel. En zo heb ik het dus ook bij die blauwe gedaan. Precies op dezelfde manier. Alleen dan net omgedraaid. Zit hieronder dat blauwe, daarboven dat lichtroze. En daar overheen dan weer dat blauwe gestempeld. Echt heel erg leuk. En je ziet dat het eigenlijk heel erg simpel is om te doen. Hier breng ik dan nog een topcoat overheen aan. Die hard ik uit in de lamp. En dan is deze nail art klaar. En hier zie je dus de voorbeeldjes die ik net heb gemaakt. Ik heb er een topcoat overheen gedaan. En ik vind het echt een superleuke nail art. Zoals ik al zei, kun je dit met heel veel verschillende kleuren doen. En met allerlei verschillende patroontjes. Ik vind het wel het mooiste met een patroontje wat dus de hele nagel bedekt. En kijk dan ook wel even goed of het ook echt op de nagels past. Want ja, zoals ik net al zei, op deze nagels passen sommige patroontjes echt niet. Maar ja, mijn eigen nageltjes zijn ook echt een heel stuk kleiner. Scheelt echt wel de helft.
Dus ik ben heel benieuwd wat jullie van deze nail art vinden en wat je van deze techniek vindt. Gebruik je dat ook wel eens een beetje, dat ombre stamping? Laat het even weten bij de reacties hieronder. Ik zal de linkjes van al deze producten onder deze video zetten. Zoals ik al zei, weet ik dus niet of dat deze stempelplaat er nog is. Maar je kan hier allerlei verschillende patroontjes voor gebruiken. Dus kijk gewoon eventjes tussen je stempelplaten of je iets hebt wat hier een beetje op lijkt. Of waarvan je denkt dat dat ook wel geschikt is. Als je de video leuk vond, doe dan weer je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte van mijn nieuwste video's. En zeker als je op dat belletje drukt. Want dan krijg je een melding zodra ik weer een video online gezet heb. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je snel weer in de volgende video.